Ja, ik zit weer op de paal, na ruim 30 jaar. Ik voel me helemaal één met de natuur. Het was een heel groot evenement. Je had de carnaval, het bloemencorso en het paalzitten gedurende de jaren 80. Nou, het werkt heel eenvoudig. Je gaat erop zitten en je blijft zo lang mogelijk zitten. En in de reglementen stond, als je het contact met de paal verliest, dan was je poging op. Dus je moest er gewoon op blijven zitten en voor de rest niks doen. Simpel als wat. Ik heb 5 dagen op een paal gezeten. Ik had me heel slecht voorbereid. Ik had ook niet voorgeslapen. Ik heb wel allerlei dingen meegemaakt. Ik begon te hallucineren. Op een gegeven ogenblik werd ik door slaap overmand. En toen ben ik inderdaad van de paal gevallen. Met een grote plons in het water. Het mooiste geluid tijdens het paalzitten was altijd plons. Want er was weer een van de paal afgekukeld. En dat was, ja, dat was altijd hilarisch. Ik zit hier niet alleen. Ik heb een paar collega's. Binnenkort komt er een boek uit over sportleed. En daar staat ook het verhaal over paalzitten in. Ook dat is sportleed. Als je graag wereldkampioen wil worden, paalzitten. En je valt in het zicht van de haven van de paal. De grote plons in het water. Ja, dan ben je wel zwaar teleurgesteld. In 1990 was het laatste jaar. Daar hebben ze er 10 jaar op zitten. En waarom is het toen gestopt? Je moet op het hoogtepunt stoppen. Dat is eigenlijk het doel geweest dat we zeggen, nou, dit is de laatste keer, 10 jaar is mooi en het is een geweldig succes, we stoppen ermee. De grote vraag is natuurlijk, hoe poep je op een paal? Er was een grote overkapping en toen kwamen ze met zo'n boot aanroeien met een ondersteek. En dan kreeg je dat inderdaad zo over je heen en dan deed je je behoefte. Je gaf die ondersteek weer terug en in het riet stond een grote vat waar ze alles in deden. Ik heb wel eens gezegd, ik snap niet wat jullie gaan doen, voor mij is er een steekje los. U zou het niet doen? Voor geen goud. Ik kan het hier nog wel 5 dagen uithouden, denk ik.